Deze beschouwing die gaat over Joris Demmink en seks. De titel heb ik gekozen omdat seks, dat merk ik. Als dat in de titel staat, dan heb ik meer kijkeraars. Ja, niemand wil natuurlijk seks met Joris Demmink. Dat is heel erg vervelend voor die man. Hij is betrapt dat hij betaalde voor seks. Dat is dan denk ik omdat hij dus niet aan zijn trekken kwam. En dan ga je maar ervoor betalen. Het is ook zo dat Joris Demmink het graag deed met jonge mensen. Heel jong. 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar. Ik drink een kopje thee er maar bij. Ja. Wat moet je daarvan zeggen? Hè? Ik weet niet of jullie bekend zijn met het geval. Maar Joris Demmink was secretaris-generaal van Justitie. Justitie en Veiligheid, zo'n ministerie. Ja, secretaris-generaal, dat klinkt al behoorlijk belangrijk. Is het ook. En secretaris-generaal, dat is de allerhoogste ambtenaar van een ministerie. En dan praat je over een salarisschaal, 150.000 euro per jaar of zo. En Joris Demmink is een homoseksuele man, een sodomiet. En dan een echte sodomiet in die zin dat je het dus graag doet met jonge mensen. 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar. Ik denk als hij mij ziet met mijn dikke bril en mijn afhangende bilpartij, dat hij zegt, nee, doe mij maar eens een jong dingetje. En dan is hij bereid om daarvoor te betalen. Even voor jullie informatie. Prostitutie. Dat is legaal in Nederland vanaf het 18e jaar. Dat wil niet zeggen dat jij als jij 16 bent, 15 bent, 14 bent. En je verkoopt je lichaam. Dat je dan strafbaar bent. Wat die wet inhoudt is dat als jij als hoerenloper iemand betaalt die nog geen 18 is voor de daad, de seksuele daad, dat jij dan strafbaar bent. Dus de hoogste ambtenaar van Justitie en Veiligheid was een misdadiger. Ik laat me even een pauze vallen. En het is niet dat dit niet bekend is. Dit is gevoegelijk bekend. Op het NOS-journaal is voorgelezen dat hij het zelf dat hij het heeft toegegeven achter gesloten deuren. Aan journalisten van Panorama, zo'n weekblad, zo'n sensatieblad. En de Gaykrant, een krant voor sodomieten. En hij heeft aan die journalisten toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge jongens en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Nee, dat zou het hem ook maken. Want niemand doet hem wat. Hij kan in principe. In principe, als je Joris Demmink zou vragen. Wat is het verschil tussen het toiletpapier en de Nederlandse wet? Is dat hij naar waarheid zal zeggen: van ja, ik veeg mijn billen af het liefste met toiletpapier. Want het veegt lekkerder. En in overdrachtelijke zin. Veeg ik mijn reet af met de Nederlandse wet.
We zouden eigenlijk eens per jaar een Joris Demming protestdag moeten hebben. En die dag weigeren wij om BTW af te dragen, loonbelasting af te dragen. En... we betalen geen verkeersboetes, helemaal niks. Dan zijn we wetteloos. En wij beroepen ons dan op Joris Demming. Het Joris Demming-arrest, want het is toegestaan... dat de hoogste ambtenaar van justitie en veiligheid... dat een misdadiger is. En die man die gaat wel fijn met pensioen. Die krijgt een mooie regeling mee. Nou, dan is het hek van de dam. En we beginnen met één dag per jaar. Uit te breiden naar één dag per week. En geen politieagent die ons wat kan maken, snap je? Want je beroept je op dit feit. Want voor de wet is iedereen gelijk. Dus wij zijn net zo strafbaar als Joris Demming, die niet strafbaar is. Dus als Joris Demming weg mag komen nadat hij misdrijven heeft gepleegd. Want iemand betalen voor seks, terwijl die persoon nog geen 18 is, dat is een misdrijf. Dus overtredingen, er hoeft geen Nederlander zich meer te laten veroordelen voor een overtreding. Echt niet. Heb jij te hard gereden op de A12? Dan zeg je Joris Demming arrest. En refereer maar naar deze uitzending. Zeg maar dat ik het gezegd heb. Zeg maar dat je door mijn woord op het idee gekomen bent dat jij helemaal geen verkeersboetes hoeft te betalen. En BTW, ben jij een ondernemer? Je verkoopt het aan consumenten. Af en toe geef je geen BTW aan. Dan zeg je op je BTW-formulier JDA. Maar dan gaat justitie vragen of de Belastingdienst gaat vragen wat is JDA. Dan zeg je Joris Demming arrest. Nee, dit kwartaal heb ik helemaal niks aan te geven voor de BTW. Nee. Ja, dan overtreed je de wet. Ja, precies. Joris Demming arrest. Joris Demming was een notoire wetsovertreder en die was de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En wij schuilen onder zijn paraplu, die hij biedt met zijn wanstaltige gedrag. En wij gaan ons ook te buiten aan wetsovertredingen, waar we maar willen. We beginnen nu heel rustig met één dag per jaar en we stoppen met dit protest als Joris Demming zijn rechtmatige straf krijgt. En natuurlijk die minister van Binnenlandse Zaken, Ivo Opstelten, die heeft Joris Demming jarenlang de hand boven het hoofd gehouden. Die moet zich ook verantwoorden. Hij heeft een misdadiger de hand boven het hoofd gehouden en is minister geweest van Binnenlandse Zaken. En voordat we dit soort mensen aan gaan pakken, maken we eerst de Perry Winkel-wet, de Plukse-wet, maar dan voor niet voor de criminelen, nou, voor criminelen natuurlijk, de Plukse-wet. En dan zeggen wij dat mensen die in overheidsdienst criminele feiten hebben gepleegd, die moeten het salaris over die periode wat uitgekeerd is, terugbetalen, inclusief de wettelijke rente. En incassokosten. Als ze moeilijk gaan lopen doen, dan moet het incassobureau bijkomen. Ja, klatsen we er gelijk 30% bovenop. En we gaan, als er dan geen liquide middelen komen, dan wordt het huisraad verkopen. Ze hebben toch voorlopig geen huisraad nodig, want ze moeten de gevangenis in. En in de gevangenis hoef je geen eigen huisraad mee te nemen. Dat wordt gratis en voor niks verstrekt. Zo zegt de wet. Nederland terug naar een rechtsstaat. Dat zou ik een goed idee vinden. Ik ga maar door hoor, over Joris Demming. Ik hou er niet over op. Nou, mijn Perry, vind ik zielig voor Joris Demming. Ja, nou ja, dan begin jij toch een partij. Joris Demming is een zielenpoot. Een zielige poot. Een poot, dat is oud-Amsterdams voor reetredder. En zo lang wordt er gezegd hè, dat mensen die zich overgeven aan sodomie, het lijkt allemaal zo
ja, vrouwvriendelijk, want die vrouwen hebben er verder geen last van. En die mannen doen het alleen maar om onder elkaar. Ja, en altijd komt er weer die aap uit dat ene mouwtje. Dat zo'n sodomiet dat weer eens heeft gedaan met iemand van 12 jaar oud. Elke keer weer. Je wordt er scheidsziek van. En de bedoeling is dat jij er ook scheidsziek van wordt. De bedoeling is dat we in opstand komen. Verzin maar wat. Verzin maar iets wat totaal wetsovertredend is en waar jij voordeel aan hebt. En ga het uitvoeren. En als je voor de rechter komt, zeg je Joris Demmingarrest. Klaar. Dus ik minacht jullie. Jullie doen niks. Je mag mij arresteren op voorwaarde dat je eerst Joris Demming arresteert. En als je dat niet doet, laat maar zitten. En wandel gewoon weg uit die rechtszaal. En een agent, moet je tegen een agentje aanhouden, moet je zeggen, wat ben jij voor reetrutter beschermer man? Weet je dat het hier gaat om kleine kinderen? Waar is jouw fatsoen gebleven? Nou, wie doet je dan nog wat? Door Joris Demming, er zijn meerdere schandalen geweest hoor, met seks met kleine kinderen. Maar dit is er dan eentje uit de 21ste eeuw. Dus die mag nog een beetje vers in het geheugen liggen. Hè? Het is walgelijk wat onze regering doet. Het is walgelijk dat ze ook in dit soort zaken de andere kant uitkijken. Het is zelfs Nina Hagen zou zeggen, zum katzen. En dan mag je vanuit je dak gaan. Je hoort er vanuit je dak te gaan. En het gebeurt niet, dat weet ik. Dus zeg ik er maar wat van. Met een mooie uitzending over Joris Demming en seks. En wat ga ik er nog meer in zetten? Een goede pakkende. Want dit kan toch niet? Wat heeft een ministerie van Justitie en Veiligheid voor een waarde als de hoogste ambtenaar een misdadiger is? Wat heeft het hele ministerie dan voor zin? Schaf het af. Hoor, Manuel Schatwald, die Berlijnse jongen, die is voor het laatst gezien in die reetridder sodomitische kringen in Amsterdam en Rotterdam. Rechercheurs hebben nog voorgesteld om die jongen van straat af te plukken. Om hem in bescherming te nemen. Maar van hoger hand is besloten dat ze hem nog even zouden laten lopen om de grote vis te vangen, maar niet heus. En toen is Manuel Schatwald in het niets verdwenen. En justitie heeft gezegd dat ze het dossier van Manuel Schatwald tijdens een IT-operatie... namelijk een datoconversie, zijn ze het dossier kwijtgeraakt. Die man, die heeft het gezegd op, is het NPO of zo? Bij de NCFV of zo? Die man, arresteren. Ik vind dat hij, ja, dat is in Nederland niet, hè? De doodstraf, hè? Maar ik vind dat hij de doodstraf verdient. Om je even een tipje van de sluier op te lichten. Bij een datoconversie geldt het om één ding. En het is dat de data wordt geconverteerd. Daarom heet het ook datoconversie. Een datoconversie die wordt getest. Die wordt, er wordt een test opgesteld.
waarbij ga je heel bewust, kies je dan bepaalde dingen die geconfronteerd moeten worden. En dan kies je allemaal verschillende varianten van. Van gaat de conversie van dit wel goed? Gaat de conversie van dat wel goed? Er zijn allemaal verschillende soorten gegevens die geconfronteerd moeten worden. Dus daar maak je een mooi plaatje van. En dan gaat het er met name om hoe de conversie plaatsvindt. Dat je alle gegevens moet confronteren, dat spreekt zo vanzelf dat is niet eens aan de orde. Je hebt zo'n dataconversie, staat alles in het oude systeem. Dan moet het uit het oude systeem geëxporteerd worden. In de regel gaat dat naar tekstbestanden, voor het oog, voor een mens leesbare bestanden, gebruikelijk. En dan heb je daar een soort samenvatting van. Want er zijn zoveel ditjes naar buiten gekomen. 13.187 ditjes. 14.188 datjes. Je hebt precies per categorie de aantallen. Per entiteit, met een mooi woord. En dan ga je uploaden. En het eerste wat je checkt is dat je net zoveel in je nieuwe systeem hebt als in het oude systeem was. En niet dat je de gegevens bij hebt gekregen, want waar komen die dan vandaan? En ook niet dat je de gegevens niet meer hebt. Well, we hebben 10% minder. Ja, sinds de conversie zijn we 10% van de gegevens kwijt. En dat kan niet. Hè? Door die controle, die heb je gedaan. Dat hoef je niet eens af te spreken. Maar iemand moet even die getallen controleren. Punt. Door de echte controle van een dataconversie, dat gaat helemaal de diepte in. Een dataconversie kost je. Ik heb er een gedraaid voor een grote company. 80 werkstations, 80 users. Nederlands bedrijf met ik weet niet hoeveel filialen, 30 of zo. We moesten in één nacht over. Nou, dat was hot, man. Zijn we iets kwijtgeraakt? Nee, helemaal niks. Echt niks. En hoe kan dat dan? Magie? Nee, ben jij hem af. Dat is 3, 4, 5 maanden lang voorbereiding. Proefconversies gedraaid. Jongen. En die medewerkers erin gestuurd. Hè? Het nieuwe systeem, dus hadden we een proefconversie klaar. En dan hadden we afgesproken bij de klant dat er een aantal van hun medewerkers vrij zouden krijgen. Tussen aanhalingstekens, maar vrijgesteld van normale dienst. Die hoefde niets anders te doen dan de conversie te controleren. En die werden niet door ons geïnstrueerd anders dan dat wij zeiden van controleer zo verschillend mogelijke klanten. Het ging om gegevens van klanten. Kleine klanten, grote klanten, business klanten, privé klanten, zeg maar. Klanten met een onderhoudscontract, klanten met een huppeltje-pup contract, ja. Verzin alle verschillende mogelijkheden maar. En hoe je het gaat controleren, nou, dat moet je zelf maar bepalen. Wij deden natuurlijk ook de controle van de conversie. Die deden wij, vanuit ons perspectief. Ja, dat is niet de bedoeling dat die klant dat perspectief overneemt. Dan heb je de kans dat je wat mist. Dus doe het maar op je eigen manier, dat was het devies. En we hebben daar mensen bij de klant voor, die mochten wij zelf selecteren. En die hebben wij geselecteerd op kundigheid. Want het was in ons levensbelang dat elke bit uit het oude systeem een plekje vond in het nieuwe systeem en dat we niets, helemaal niets kwijt zouden raken. Nou, you believe me dat een conversie was met meer dan 100 tabellen. En de totale gegevensset besloeg meer dan 1 gigabyte aan data. Tekstdata, alsjeblieft. Ga er maar aan staan.
Wij raken niks kwijt. Nee, maar justitie raakte wel het dossier kwijt van Manuel Schatwald, hè? Een heel dossier. Alles weg. En dan zegt zo'n man op tv... Oh, dat is bij de dataconfectie. Ja, dat is een beetje weg. Ja. Dus we kunnen er verder niks aan doen. Ja, het gaat wel om een Duitse jongen. Die was een jaartje of 12, 13, 14. En door een pooier hier naar Nederland gebracht. En door mensen zoals Joris Demmink... grif betaald. En heeft de dood gevonden. En justitie doet er geen kut aan. En ik zei net kut, dat heb je goed gehoord. Kloot. Justitie doet er helemaal niks aan. Ja, dat doet je afvragen. Hoe lang nog? Hoe lang accepteren wij dit nog? Henk Krol, die was journalist bij de Gaykrant. Die is nu partijlid voor de 50PLUS partij. We zijn een hele Kamerlid of zo. Een hoge pief ook. Die weet alles van de Joris Demmink-zaak. Die zwijgt in alle toonaarden. Ja, zelf een sodomiet. Misschien dat wij moeten zeggen dat wij voorlopig iedereen die sodomiet is, de CQ, dat die dat soort activiteiten eigenlijk wel vindt passen in een moderne samenleving. Al die mensen die sturen wij met onbetaald verlof. Dan gaan we lekker thuis zitten en dan gaan wij eens even die archieven in van Den Haag. Kijken wat ze allemaal geheim hebben gehouden voor ons. Te beginnen bij justitie en veiligheid. Al die sodomieten eruit. Inclusief Mark Rutte, want dat is er ook een, denk ik. Maar ja. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen hier? Maar ze beschermen elkaar. Het is een wanstaltige boel. In Den Haag bij de regering. Onze overheid. De secretaris-generaal van Justitie was een misdadiger. En wij als Nederland, wij willen dan serieus genomen worden door de rest van de wereld. Op basis waarvan? Homo. Ja, daar kan je toch helemaal depri van worden. Als je dit goed beseft, hè, dat de hoogste ambtenaar op justitie en veiligheid, dat was een misdadiger. En wij gaan dan een vingertje opheffen naar een narco-staten zoals Suriname. Ja, wat die Boutersen doet, nou, dat kan echt niet. Nee. Ooit gehoord van het mooie spreekwoord over een pot en een ketel en de kleur zwart. We zouden dat, als je toch even grappig bezig bent, we zouden tegen de EU mogen zeggen van, nou weet je wat we doen, we stappen uit de EU. Want wij vinden dat de EU, dat is zo'n goed idee, dat je niet zo'n staat zoals Nederland, waarbij de hoogste ambtenaar van justitie een misdadiger is. Die willen jullie er niet bij. En om jullie een handje te helpen, stappen wij eruit. En nee, we hoeven geen overeenkomst, no deal, helemaal niks. Jullie krijgen helemaal geen rode rotcent meer van ons. Want anders laat de EU zich betalen door een staat, te weten de staat der Nederlanden. Waar jarenlang een misdadiger hoofd van justitie is geweest van de ambtenarij. Nou, daar wil de EU toch geen geld van hebben, want dan krijgen ze geld van een criminele organisatie. Nou, dat mag toch niet. Het is een smet op het blazoen van de EU. Nou, dan geven we mooi even die Geert Wilders het nakijken. Zijn we binnen anderhalve dag, zijn we uit de EU.
We gebruiken anderhalve dag om al die ambtenaren op te sporen die beschikkingen hebben over pinpassen of andere manieren om geld weg te sluizen naar Brussel. Die gaan allemaal op non-actief. Moeten allemaal het pinpasje inleveren. Dan krijgt Brussel geen rode rotsen meer. Er moet toch iemand... Dit kan toch niet? Er moet toch iemand wat doen? En Henk Krol doet helemaal niks. Je zit een beetje de 50-plussers vriendelijk toe te wuiven. Ja, ik ben Henk Krol van de 50-plus-partij. Ik weet van die reetrederij. En ik weet dat Joris Demmink, ja, dat weet ik allemaal van hoor. En ik zeg lekker niks. En waarom, dat zeg ik ook niet. Want ik zeg nou ook niks. En als ik zou zeggen waarom ik niks zeg, dan zeg ik toch iets. Dus dan zeg ik ook niet waarom ik het niet, maar niks zeg. Net als Ivo Opstelten, die zegt ook niks. Dus wij zeggen allemaal niks. Ja. En ik zit hier maar op mijn IKEA-bed. Ah, gelukkig heb ik morgen vrij. Joris Demmink en de sekstoestanden. Is toch verschrikkelijk. Eigenlijk moet je iedereen die ook gaat stemmen, moet je zeggen, ga je ook stemmen op Joris Demmink en de sekspartijen? Want ja, iedere politieke partij die niet openlijk afstand heeft genomen van Joris Demmink zijn activiteiten, die is verdacht. Dat is sodemietisch. Dat is sodemietisch Nederland. Ja, ik stem ChristenUnie. Ja, de ChristenUnie heeft ook, bijna een vies woord gezegd, niets gezegd van Joris Demmink. Dat noemt ze dan een christen. De Huigelunie moeten ze zichzelf noemen. Niet de CU, maar de HU. De Unie der Huigelaars en meelopers met het kwade. Ik wil er even aan toevoegen dat in het jaar dat ik geboren werd, 1959, was er ook een rel hier in Nederland. Daar waren we erachter gekomen dat er jongetjes in weeshuizen, die hadden lopen klagen over het feit dat ze seks hadden gehad met volwassenen, terwijl ze in het weeshuis zaten. Dat die jongetjes als represaillemaatregelen door het leven moesten gaan zonder hun teelballen. Die werden gecastreerd. Voor straf. En tegen die andere jongetjes werd gezegd van nou, hou je van je teelballen? Nou, dan weet je nu dat je niet moet gaan zingen als een vogeltje. Want anders zorgen wij ervoor dat jij voor de rest van je leven kan zingen als een koorknaap. Ja, zijn we ook alweer vergeten. Yeah. En hebben we zo'n fijn kamerlid gehad. Voor mij Wim Deetman, die heeft op onderwijs gezeten. By the way, ik snap niet wat die gozer daar gedaan heeft. Maar goed, Wim Deetman heeft dan een commissie geleid. En die concludeerde van ja, het was dan en dat wel. De katholieke kerk en de katholieke kerk en nog een keer de katholieke kerk. En, maar ook de protestante kerk. Wim Deetman, minister van Onderwijs was hij. Van de commissie Deetman. En hoor je hem over Joris Demmink? Nee, hij heeft dat onderzocht met die katholieke kerk en al die misstanden met Fik Marijnissen, die was toen premier, by the way. En Wim Deetman is, dacht ik, van het CDA. En het CDA is dan, dat noemt zichzelf Christen. Democratisch appel. Hoezo mag dat tuig zichzelf christen noemen? Dat is toch ergerlijk? Het
Door waar staat in de Bijbel dat als jij gezondigd hebt, maar je weet dat iemand anders ook gezondigd heeft, dat jouw zonden dan wel meevallen? Zo van, ja, de katholieke kerk heeft veel kindjes misbruikt, maar niet alleen de katholieke kerk hoor, was ook de protestante kerk. Nee, en dat zit dan aan zich te lap te beweren, doet alsof ze ons goed regeren. En we gaan op ze stemmen. En dan stemmen we op een kleur. Wat heb jij gestemd? Ik heb rood gestemd. Oh, heb jij rood gestemd? Oh, ik heb groen gestemd. Nou, als je maar geen blauw hebt gestemd hoor, want ik vind mensen die blauw stemmen, dan denk ik, ja, daar klopt iets niet aan. Maar als je rood stemt of groen stemt, oh, of rood-groen met groen links, oh. Paul Rozemuller is toch van groen links? Paul Rozemuller is een groot aanhanger van Mao Zedong. Die Chinese grote roervanger die heeft 60 miljoen van zijn eigen volk laten chip-choppen in 3 jaar tijd. En Paul Rozemuller die denkt, wow, joh, nee, dat moet kunnen. Ik vind het een groot leider die Mao Zedong. Ja. Dan zit ik hier maar in mijn IKEA-bed. Ik ben redelijk tevreden hoor. Ik heb lekker gewerkt vandaag. Het is een leuke groep waar ik zit. Heel laag niveau. Ik dacht dat ik begon bij het allerlaagste niveau. Maar dat... You ain't seen nothing yet. A baby. You just ain't seen nothing yet. Het Beckman Turner overdrive. Uit Amerika. Het kan nog erger. Daar was ik vandaag. Wel lekker makkelijk schoonmaken, die kamers. Want die mensen, die hebben dus, ja, hoe het zeggen? Ja, hun slaapkamer, hun eigen kamer. Waar op die andere groep, daar is allemaal, daar hangen fotolijstjes. En poppetje van Bert en een poppetje van Ernie. En noem het maar op, hè? Allemaal dingetjes. Nou, deze kamers niet. Het is een bed zonder tierlantijnen, een matras. En er zit een hoeslaken overheen. En zo'n onderdinges, onderhoeslaken. Dat dan wel. En eroverheen nu geen dekbed vanwege de hitte. Het is nou heel warm in Nederland. Dus dan alleen zo'n dekbedhoesje eroverheen. That's it. Niet eens kussen. En er is een kast op die kamers. Op iedere kamer staat wel een kast. Voor de kleren en voor schoon beddengoed. Maar die zit op slot. Dus niet echt handig. Voor mij. Maar wel heel handig voor de mensen die van de begeleiding zijn. Want anders dan kunnen ze 's morgens... Ja, die mensen slopen alles. Echt, die slopen alles. Die liggen een uur lang stil in bed, zullen we zeggen. Dan zijn ze even moe of zo. En dan gaan ze spoken. Ja, heel laag niveau. Maar die kamers kan je dan wel weer makkelijk schoonmaken. En ik had 5 uur gekregen voor die klus, voor alles. Nou, ik vroeg bij binnenkomst, want er was geen lijst van wat ik moest doen. En toen zei ik van, nou, wat willen jullie dat ik doe, hè? Net als gisteren vroeg ik dat ook. Van, ja, zeg het maar, vaatwasser inruimen, uitruimen, wasmachine starten, droogmachine starten, was sorteren, opvouwen, terugleggen op de kamers, wissen, dweilen, wat doe ik nog meer? Oh ja, sanitair schoonmaken. Oh ja, en vuilnis move naar de container. En ze zeiden allemaal zo, ja, nou, we weten het eigenlijk niet. Nou, na twee uur was ik klaar. En toen denk ik van, ja.
3 uur, nee, ik heb het uiteindelijk 4 uur volgehouden. Op het laatst ben ik maar van alles gaan. Denk, nou, weet je wat, ik ga de hele boel met dweilen. Was niet nodig hoor, maar. Ja, het kan geen kwaad, hè. We hadden lekker gedweild. Nou, toen doorgegeven, even naar het hoofdkantoor gebeld. Dat flexbureau heet dat. En gezegd van, nou, ik heb hier een klus van 5 uur, maar ik ben helemaal klaar. Dus nou, het was 4 uur later. En ik heb het hier gevraagd aan iedereen en ze vinden alles best. Ze vonden alles 1 uur geleden al best en dat heb ik nog meer schoongemaakt. En ja, nu kan ik nog beginnen met het dakgoot te gaan uitmesten. Maar dat, ja, dat staat echt niet in de functieomschrijvingen. Nou ja, toen werd er tegen me gezegd van, nou, ga dan maar lekker naar huis. En je uren, die laat ik staan. Ja, dat is fraude. 4 uur gewerkt en ik krijg voor 5 uur betaald. Ja, niet veel of zo. Krijg ik iets van 13 euro, bijna 14 euro bruto. Maar lekker gewerkt. Jeetje, was het warm vandaag, zeg. Het was bijna 40 graden, hè? Of was 40 graden. Af en toe dan heb je wel een beetje luchtverplaatsing, maar het is helemaal geen koele wind, hè? Want er gewoon een warme föhn komt dan langs. Maar dat zullen jullie ook wel meegemaakt hebben als jullie op deze dag, wat is het? 26 juli 2019. In het oosten van het land. Jeetje, wat is het heet. Kijk, uiteindelijk gaat het toch daarom, hè, dat je zelf niet doet wat Joris Demmink heeft gedaan. Dat je je niet inlaat met dat soort activiteiten. En dat je ook niet hebt gedaan wat Ivo Opstelten heeft gedaan. Namelijk dat je je inlaat met iemand als Joris Demmink. En dan gaat zeggen dat die man niks fout heeft gedaan. Die man heeft het zelf toegegeven. Achter gesloten deuren. Weliswaar. Maar hij heeft toegegeven aan Henk Krol en nog een collega. Fred de Brouwer of zo. Van Panorama. En toen heeft hij dat ook nog voor laten lezen op het NOS-journaal. Dat hij achter gesloten deuren heeft toegegeven dat hij seks heeft gehad met minderjarige jongens. Tegen betaling. Er is ook nog dat verhaal van een dienstauto die hij daarvoor heeft gebruikt. Joris Demmink. Om zich te laten vervoeren naar de plek waar dan zo'n schandknaap op hem wachten. En die chauffeur, die heette Mos of Mosterd. Kan je zo vinden, hè? Chauffeur Joris Demmink. Om het leven gekomen. Merkwaardige omstandigheden. Hussel maar wat bij elkaar. Een Google, die vindt wel wat. Mosterd, dacht ik. Ja, het is me wat. Misschien moet je er dankbaar voor zijn dat het in andere landen minimaal net zo erg is. Anders vallen wij zo op. Ja, erg toch, hè, wat ik net zei. Door in Engeland heb je die kwestie gehad met Jimmy Savile. Savile. Jimmy Savile. Die deed het zelfs met de lijken. Gadverdamme. Ja, het doet je afvragen, hè, wat de wereld is waarin we leven. Hey, hartstikke bedankt. En in deze hitte ga ik het toch even wat anders doen, hoor. Dan...
Nou, zo uitputtend te spreken over Joris Demmink. Ik ga een kopje thee maken, denk ik nog. En ik zeg op zijn hamburgers tegen jullie, tjus. En dag lieverds.